Neymar, die gaat er weer toch op Del Porno. Komt ze maar. Ja, Del Porno, ze hebben een tijdje hart, lieve mensen. I'll let you down. Lieve mensen, wat er maar is, was gewoon het beste. Niemand. Should I be feeling guilty? Or let the judges frown? Kijk, deze prachtige goal, lieve mensen. Oh, wat een goal. Lekker hoor. Before we'd begun. Yes, I saw you. Del Porno, en die kan hem ook gewoon lekker in de hoek. Zo de mitteren, lieve mensen. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the. We zaten 2-2. En kijk even. Oh, Del Porno. Oh, ja. Yeah. Oh, daar word je zo keihard van, lieve. You have been. Waarom? You have. Ik doe het allemaal zelf. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe video en jullie zien het al, Del Porno Prime, dames en heren, hij is terug. En we hebben zoveel dingen te vieren, want ik heb 2 dagen niet geüpload. We hebben zo ongelooflijk veel dingen te bespreken. Zo ongelooflijk veel dingen. Namelijk de Weekend League Rewards komen aan, die gaan we nu met jullie openen. Die gaan we snel openen, want we hebben namelijk een heel team te kopen. Want we gaan een Team of the Year spelen halen van meer dan 4 miljoen munten. Dames en heren, dat is niet het enige. Ik heb ook 50.000 abonnees onlangs gehaald en daarvoor wil ik jullie hartstikke bedanken. Daarvoor wil ik... onder andere Raoul heel erg voor bedanken. Daar wil ik heel veel andere mensen ook voor bedanken. Ik ga het ook vieren door middel van een winactie. Dus, wat gaan we doen? 3 keer 20 euro PSN kaart gaan we weggeven. Ach, lieve mensen, toch lekker weer iets hebben. Volg me nou even op Instagram, abonneer en stuur me een DM dat je het gedaan hebt. Want dan ga ik even kijken, dames en heren, wie het allemaal hebben gedaan. En wie weet, ben jij dan 1 van de 3 winnaars die 20 euro wint. Dames en heren, we gaan nu vooral gelijk even verder. We hebben een compleet nieuw team en ik ga even laten zien wat ik tot nu toe heb gedaan, dames en heren. Maar voordat ik dat doe, doe vooral even je duimpje omhoog, zou ik erg waarderen. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. Even bij het, hè. En dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Dit is ons team, hè, op dit moment. Komt ie, hè. Ben Ketzer gaat nergens heen. Del Porno krijgt een nieuwe Prime, dat is een LW-kaart. Dus die willen we eventueel op de lange termijn willen we die hier neerzetten. Maar we hebben nu hier Ben Ketzer. Dan gaan we een Team of the Year gaan we dan neerzetten. En, och, mensen, wat wordt die goed. Oh, wat wordt die goed. Maar we hebben echt, we gaan Sandro voor de zekerheid hebben we nog niet verkocht. Want misschien kunnen we hem nog gebruiken. Nee, die gaan we wel verkopen trouwens. Die hebben we gekocht voor 69. Hoeveel is die nu waard? Zet hem erop voor 65. Wegwezen. Oké, dames en heren. Ik zal even laten zien wat we allemaal verkocht hebben. Want we hebben alles verkocht. Letterlijk alles. We hebben Blank verkocht. We hebben Del Porno verkocht. En dit was echt een gevoelig ding. Hier, echt, dit was helemaal gevoelig. Deze hadden we al verkocht. Deze hebben we verkocht. Spermares hadden we natuurlijk al een tijdje weg. We hebben alle Informs hebben we verkocht, dames en heren. Heel onze club is leeg. GHB hebben we verkocht. Kan thee, kan koffie zou eventueel ook kunnen. Maar die is dus ook weg. Oh mijn god, Marcello is weg. La Koeken. Oh, ook La Koeken toch niet? La Koeken. Ja, maar ook La Koeken. Du, verder. Heel belangrijk. Echt heel belangrijk. Ik begin met Division Rivals Rewards. En ik ga iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik ga namelijk kiezen voor de... Nee. Ik ga kiezen voor de munten. Is gewoon echt heel erg belangrijk. Omdat, dames en heren, omdat... Ja, we hebben gewoon echt die munten nodig. We hebben ze echt nodig. En als we ze niet pakken, dan ja, zijn we echt een lul. Dus, we kiezen voor de munten. We hebben vorige week Cristiano Ronaldo gepakt. Dus ik verwacht hier eigenlijk niet al te veel van, lieve mensen. Trouwens, even tussendoor. Jullie vroegen aan mij of ik seksuele voorlichting wil geven op het kanaal. Nou, lieve mensen, dat moet je niet van me willen, hoor. Dat moet je echt niet willen. Als je, ik kan toch geen seksuele voorlichting geven op dit kanaal. Dit is echt het laatste wat je wilt doen, lieve mensen. Oh. Vorige week hadden we Ronaldo hierin, dus ik verwacht hier oprecht gewoon helemaal niks bij. Want onze playpicks zijn altijd hartstikke goed, dus ik vind het allemaal wel prima hoe het... Dit is toch te bizar voor woorden. Dit is toch echt te bizar voor woorden. We hebben die fucking 89 Pogba al en nu krijgen we de 90. Dit is toch te fucking bizar voor woorden. What the fuck is dit? Dit slaat zo nergens op. Dit slaat zo nergens op. What the fuck? Dit slaat zo nergens op. Ik ga hem gewoon niet kiezen. Ja, wat is dit dan? We hebben die fucking 89 Pogba al. Krijgen we de 90 ook. Fuck off, jongen. Het is zo ongelooflijk ziek. Het is zo ziek. Oh my god. Wat de hel? Ja. Laporte ook nog. Is onze player picks, jongens. Noem iemand die betere player picks krijgt dan ik. We krijgen weer 2 keer Pogba. What the fuck? Oh my god. Oh my god. What the fuck? Oh, Pogba, dus stop die vinger nou eens. Ah, dat is lieve mensen. Stop hem eens, heen. Doe eens. What the fuck hebben we weer Pogba gekregen? Hebben we weer Pogba. We hebben de 89 kaart. Die moeten we dus wegdoen. Want we moeten plaatsmaken
voor de 90k. Dit is echt zo belachelijk. Kijk dit dan. We hebben gewoon 90 Pogba in de player picks. Oh my god. We gaan lekker snel verder, want ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. We moeten even twee pakketjes openen, wel twee lekkere pakketten. Maar we moeten ons team gaan vormen. We moeten echt spelers gaan kopen. We krijgen geen walkout. We krijgen wel borden. Wat zal het zijn? Games op Dikes. Nee, Falcao. Weet die fucking Kakliuri. Die heb ik al 500 keer gepakt. Lieke, getal onder de tussen 1 of 3? 1, 2 of 3? 5. 2? Oké, we gaan eerst de middelste stellen. Nice! Ah, Kakliuri. Maar dit kan niet best zijn. Dit is die back weer van Schalke. Die Kakliuri. Fuck you! Ah, die Kakliuri. Drie keer de fucking zelfde speler. Fuck you! Het zal een walkout zijn, het zou zo lekker zijn. Het zou zo lekker als dit een walkout is. En het is een walkout. Nou, kom maar dan. Kom maar dan. Ik weet niet wat er in Team of the Week zit, ik heb totaal niet gekeken. Het is een Duitser, het is een RB, het is Bellarabi. Toch? 85 reden Bellarabi. Is wel een redelijk kaartje. Misschien is dat wel een leuke wisselspeler, maar we gaan hem sowieso verkopen. Ah, lieve mensen gaan hem sowieso verkopen. Gaat ze niet anders. Niet. Is hij zo duur? Oh, wat fijn. Ik ga hem gewoon gelijk kopen, dames en heren. Ik wil hier namelijk Neymar en ik wil hier Marcelo en ik wil gewoon Varane Courtois. Ik moet even Varane Courtois een ding halen. Dat is het eerste wat ik ga halen. Oh mijn god, we hebben gewoon Pogba 90 gepakt. Wat? Varane. Oh, is hij zo duur, ja? 150. Och, wat duur allemaal. Geef mij gewoon fucking Sergio Ramos. En dan moet alleen nog Courtois. Sergio, mooi boy, toy. Dat was hij gisteren tegen Ajax goed zegt. De tering, dat was echt niet normaal. Courtois, jij bent goedkoper dan Ton, toch? Ja, makkelijk. Chill. Chill, dus die hebben we allemaal. Oké, fijn. Godverdomme, lieve mensen, wat hebben we toch een goed team. Marcelo moeten we er ook nog bij kopen. Marcelo is gewoon 100k, jezus. Zo, Marcelo. Zo. En dan zo. Ja, want kijk, weet je waar ik achter ben gekomen, jongens? Ik ben er gewoon achter gekomen dat je kan wel investeren 1,5 uur in Virgil van Dijk. Hij was fucking ziek, vochtige Virgil. En Dan Blanche was ook fucking goed. Maar dat is echt niet die 900.000 munten extra waard. Dat vind ik gewoon echt niet. Ben Ketz is overpowered. Maar laten we die noemen maar masturbatie, lieve mensen. Masturbatie. Repende Ronnie. Of al rukkende Ronnie. Pogbanus. We hebben de nieuwe kaart, lieve mensen. Het is echt niet normaal trouwens. En Ben Ketz. En dan gaan we hier. Ik ga het er even bij pakken, dames en heren. Want we gaan hem nu echt kopen. Ja, dames en heren. Zijn jullie er klaar voor? Ik wel namelijk. Ik ben hier heel erg klaar voor. Alleen, we komen echt... Ja, we zijn gewoon in het probleem met de linksmidden. 4,08. What the hell, jongen. Deze kaart. Ik kom zoveel geld tekort voor Neymar nu. Oh, man. Maar ik ga het gewoon doen, want ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Ja, ik ga het gewoon doen. Lekker boeiend. Lekker boeiend. Team of the Year, Mbappé. Fuck. Oh, shit. Team of the Year, Mbappé. Mijn god. Dus die gaat ook in ons team komen. Onze voorhoede is nu niet normaal. Echt niet normaal. Wat een team hebben wij nu, zeg. Alleen, kijk, het punt is gewoon... Ik heb het zo helemaal weer verkeerd uitgerekend. Trainen bij Frank, lieve mensen. Het gaat gewoon weer een tijdje goed. Trouwens, die Casillas die zijn nu ook gewoon fucking veel waard. Hoeveel is Neymar? Hoeveel kom ik tekort? Ik ga er denk ik gewoon even geld in pompen, denk ik. Dat is 500.000. Dus ik kom 230.000 minuten tekort. Ik ga gewoon denk ik 5 van deze pakketjes kopen. 5, denk ik. Zal ik het doen? Ja. Pleur toch gewoon wat geld op, lieve mensen. Dat gaat het toch gewoon doen. Toch niet uit, lieve mensen. We moeten toch eens spenden. We moeten Neymar kopen, lieve mensen. Neymar is de enige die nummer 10 kan, lieve mensen. Ik ga ook gewoon alles en snel verkopen. Echt letterlijk alles. Echt. Maakt me niet uit. Als er niks bij zit, alles snel verkopen. Alles. Weer geen borden. Tivis, sorry. Dit gaat kut. Was niet investeren waard. Is het per ding. Dat schiet niet op, lieve mensen. Dat schiet echt niet op. Weer geen borden. Kut, sorry, lieve mensen. Suso, ben je wat waard? Nee, natuurlijk niet, joh. Hey, Becky. Nee, natuurlijk niet, joh. Ah, draften. Kut, sorry. Oh.
Nou, chill. We hebben echt al 4 pakketten geopend en we hebben iets van 30.000 munten erbij. Dus dat is echt super lekker. Ik heb niet gezien of dit een... Nee, natuurlijk niet. We hebben gewoon nog 0 borderspelers gehad. Ben jij wat waard? Sasa! Grapje maar. Oh, ook niet. Neem die weg, dan we nog steeds. Ik ga gewoon de laatste pakket ook hier openen. Lekker boeiend. Doe ik wel via een draft. Maar ik zorg ervoor dat ik Neymar... We hebben natuurlijk weer niks. Maar ik zorg ervoor dat ik Neymar ga halen, dames en heren. Die zien jullie morgen terug in de Weekend League. Ik beloof het jullie. Ik krijg nog wel een borderspeler. Dat is namelijk Charisma. We moeten nog 177.000 munten ongeveer. Ik denk ietsje minder of ietsje meer. En dit zit er nog in mijn club. Oh man, dit wordt echt ziek, ziek, ziek wordt dit. Osman zit nog in mijn club, die ga ik verkopen. En dan hebben we nog Falcao en al die 84 rated en 83 rated. Die ik allemaal ga verkopen. En dan hoop ik dat we uiteindelijk op 500.000 komen. En zo niet, pomp ik er nog een beetje geld. Mensen, dit was het weer. Ik wil jullie hartstikke bedanken, want we hebben een compleet nieuw team. En ik ga allemaal vertellen hoe ik in-game speel, et cetera. Doe ik wel in de volgende video. Eén ding is zeker, Mbappé komt in de spits. En dames en heren, ik wil jullie gewoon hartstikke bedanken voor het kijken. Je kan abonneren, als je dat niet gedaan hebt, want ik ga hartstikke lekker met de abonnees. Eigenlijk hadden we voor de maand februari 50.000 abonnees als doel, maar er zijn wel overheen. Dus laten we gewoon proberen 55.000 abonnees aan te tikken. Ik zou het heel erg waarderen als jij zou abonneren en een duimpje omhoog zou willen doen. En dan zie ik jullie allemaal morgen, lieve mensen. Want ik heb nu even 2 dagen een soort van semi-vrijgenomen. Maar nu gaan we weer keihard pompen, lieve mensen. Afleveringen. Kom maar. Meer. Seksuele voorlichting zien van mij. Laat het ook even weten in de comments. De meme video die komt er ook aan, lieve mensen. Dus komt helemaal goed. Love you. Rustig aan. En ik zie jullie allemaal bij de volgende video.